De waarnemend president van het Hof van Justitie, Ivan Rasoulbaks, heeft vanmorgen na de beëdiging van de nieuwe minister van Justitie en Politie, Eugène van der San, de samenwerking met de overheid vergeleken met die van een architect. De hofpresident hoopt dat de communicatie open blijft tussen alle partijen zoals beloofd. Het is nu een tijd van doen en niet een tijd van praten, zegt hij. De rechtspraak heeft er veel belang bij. Dat er een goede samenwerking is. Dat er een goede communicatie is met de executieve. Ik weet niet of u ooit heeft begrepen dat waar er gebouwd wordt in een natie, in een land, in een staat. Dat de drie architecten die er zijn. Ik weet niet of u ervan bewust bent dat er drie architecten zijn die bouwen. En vroeger hebben we het geleerd, hè, Montesquieu en zo. Rechterlijke macht, uitvoerende macht, wetgevende macht. Het zijn de drie poten die bouwen aan die ontwikkeling. Als eentje mank loopt, als de een niet communiceert met de andere, hoe wil je het bouwwerk opzetten? Heb je ooit begrepen dat er een bouwwerk is opgezet waarbij niemand communiceert? Heb je gehoord dat er bouwwerk wordt opgezet waarbij er gecommuniceerd wordt, maar langs elkaar? Zie je de architect niet praten met de directievoerder? Zie je de directievoerder niet praten met de aannemers? Zie je die aannemers niet praten met de bouwvakkers? Schilders, schrijnwerkers. Je moet samen praten om te komen tot tenminste een situatie waarbij je... Noem het break-even. De hofpresident geeft verder aan dat er nog meer actoren betrokken zijn bij de communicatie in de samenleving. Behalve de rechterlijke macht noemde Rasoulbaks ook het onderwijs, volksgezondheid en de ondernemingswereld. Deze groepen kunnen volgens de waarnemend hofpresident geen stilstand, noch achteruitgang verdragen. In die vier sectoren, op het moment dat er stilstand en achteruitgang is, gaat die samenleving dat merken. En verantwoordelijken moeten dat niet willen laten gebeuren. Ik ben daarom, ja, het woord blij of tevreden vandaag niet gebruiken. Maar ik zeg, het was noodzakelijk. Het was super noodzakelijk dat er een andere route gevolgd werd om tenminste die rechterlijke macht op te krikken. Want één poot loopt mank, heb ik al vaker uitgelegd. Eén poot loopt mank. Twee poten lopen, eentje is zuider erachteraan. Dan krijg je geen ontwikkeling. Ik heb het vaker uitgelegd. Ik hoop dat we hiermee met deze nieuwe minister... Dat we een fase ingaan van constructieve, bouwende communicatie. En ik denk dat als we de komende periode niet bouwen, dat we in een fase terechtkomen waarbij we de samenleving niet kunnen geven die rechtspraak die nodig is. Waarnemend hofpresident Ivan Rasoulbaks vanmorgen na de beëdiging van de nieuwe minister van Justitie en Politie, Eugène van der San. Rasoulbaks hoopt dat de communicatie tussen alle partijen open blijft, zoals is afgesproken.